Een blockbuster gaan we bespreken. De premium review van Resident Evil 4 Remake. God, schrik me dood. Jezus. Een jumpscare. We wisten natuurlijk van tevoren al dat Capcom een naam hoog te houden had als het ging om het maken van remakes. Resident Evil 2 Remake was fantastisch. Resident Evil 3 Remake was ietsje minder, maar nog steeds gewoon wel een remake die een nieuwe spelervaring had. Omdat Resident Evil 3 gewoon minder is, maar de remake was fantastisch. Okay. Ja, nee, prima. Ja, dat was goed, was heel goed. Maar niet zo goed als Resident Evil 2 Remake. Maar dat heeft meer met de game te maken, toch? Ook. Ja. Ja. En nu komt er dus een remake van misschien wel het beste deel uit de Resident Evil serie. Resident Evil 4, ten tijde van de GameCube onder andere. Helemaal opgepoetst en aangepakt. Dat gaan we straks kijken. Want dat hebben we ook daadwerkelijk ook toevallig ook nog uitgetest. Skate en ik. Maar ik persoonlijk keek ontzettend uit naar deze game. Denk ik wel top 5 van de games die ik wist die zou gaan komen voor dit jaar. Met dank aan die remakes die zo fantastisch goed waren. En niet alleen de remakes. Hè. Laten we alsjeblieft 7 en 8 niet vergeten. Nee. Die een beetje de franchise opnieuw hebben uitgevonden. Absoluut. En laten we ook heel eerlijk zeggen, dit is wel echt de renaissance van Resident Evil. Want ik kan me nog herinneren tijdens Resident Evil 5, 6, dat ik dacht, die franchise is ten dode opgeschreven. Dat is klaar. Het is helemaal uitgemolken. Er is niks meer interessants mee te doen. En nou, they prove me wrong. Want ze zijn sterker dan ooit. Ja, en het grappige is, als je kijkt naar deze game, de gameplay, maar ook naar de gameplay van de oudere delen, van de nieuwere delen, hebben ze niet eens zo heel veel anders gedaan. En is het denk ik ook een beetje de renaissance van dat heel veel mensen iets hebben van oké, die service games en open wereld, ik vind het allemaal leuk en ik pak echt wel mijn favorietje eruit. Maar geef me af en toe ook gewoon weer eens een oude knaller van 20 uur, een fantastisch singleplayer avontuur. En dat is dit. Althans, dat was dat, Resident Evil 4. En nu is dus de vraag of dat in de remake misschien nog wel vetter is geworden. In principe, ik ga even wat algemeenheden debatteren. Het is inderdaad de remake van deel 4. Je bent wederom Leon Kennedy die de opdracht krijgt om naar een Spaanstalig eiland te gaan waar de dochter... eiland, ja? Ja, gebied. Dorp, ja. Die dorp. Ik zit met Dead Island in mijn hoofd. Dus een Spaanstalig gebied waar de presidentsdochter van Amerika, mevrouw Ashley, die is ontvoerd door een secte geloofwaanzinnige die ook nog eens keer infected zijn. En nou ja, goed, jij gaat op avontuur en eigenlijk op de ouderwetse Resident Evil manier, met je wapens, met je clunky besturing, met je koffertje, ga je op pad en moet jij jou ongeveer 15 tot 20 uur door intense moeilijkheden worstelen. Ja, waar moeten we beginnen, jongens? Waar willen jullie beginnen? Nou, laten we beginnen bij de grafische omslag. Hoe zeg je dat? De grafische overhaul. Ja, dat is geen Nederlands woord natuurlijk. Maar nou ja, remake. Het is een remake. Ja. Jij gaf in het begin aan van, hier en daar aanpassingen gedaan of ik weet niet meer wat je precies zei, maar dit is echt wel from the ground up, hè? Gewoon dit is natuurlijk wel te vergelijken met het origineel. Tuurlijk. Maar je ziet hier wel duidelijk, heel duidelijk een 2023 insteek in grafisch opzicht. Het heeft nog steeds wel het heeft nog die karakteristieke, mede door de animaties, weet je wel, kijk dit, dat ronddraaien en zo. Ja. Het is hij beweegt als een tank. Ik bedoel, dit zijn niet de tank controls uit de eerdere Resident Evil games, maar jezus, wat is die traag. Het is nog steeds tanky inderdaad, zelfs als je wel sprint, maar dat heeft natuurlijk allemaal een functie, weet je wel. Ja. Dat gevoel van, dat beklemmende gevoel, dat gevoel hebben van, zeker in kleinere ruimtes, dat je geen kant op kan. Dat je, dat het gewoon echt, dat elk moment fataal kan zijn. En dat komt in heel veel stukken in deze game, komt dat naar voren. Ja. In de grotere, iets wijdere gebieden, dat is voornamelijk in het eerste gedeelte van de game, in het dorp, zeg maar. Daar heb je toch regelmatig wel iets meer bewegingsruimte. Maar ja, het blijft allemaal vrij beklemmend, mede door die clunky controls die toch wel grotendeels opzettelijk zijn, voor mijn gevoel.
Jazeker, dat is altijd een deel van het charme geweest. Alhoewel je daar vreselijk aan kan frustreren. Maar Koos, jij hebt Resident Evil 4 niet gespeeld. Dus voor jou was het een nieuwe ervaring. What? Ja, zal ik je echt iets heel stoms vertellen ook wat de reden daarvoor was? Want ik was echt, echt een enorm Resident Evil fan. Ik heb ook die Resident Evil remake toen gespeeld op GameCube. Die was ook fantastisch. Dat was de allereerste. En toen kwam die Capcom 5, waar Resident Evil 4 de 1 van was natuurlijk. En ik speelde hem. En oprecht, ik kwam niet voorbij chapter 1, waar die guy, wat ook in de demo zit, dus ik kan het wel zeggen, waar die guy verbrand wordt in dat dorpje, iedereen op je af komt rennen. En ik probeerde de hele tijd alles en iedereen te killen, maar dat kan niet. En toen bleek het gewoon dat je gewoon in leven moest blijven. Ja, ik heb daar ook gruwelijk op vastgezeten. Ja, toen had ik zoiets, oké, fuck that. Ik had zoveel games destijds. Toen had ik, oké, fuck deze. En toen heb ik hem links laten liggen. Ja, het grappige is, ik zat daar dus ook vast. En ik heb Resident Evil 4 wel gespeeld. En ik denk dat dat het beste bewijs is hoe grondig deze game. Dit is niet een renovatie van een paar ramen erin. Dit is een huis, echt het hele skelet stond nog overeind. That's it. Ik herkende een heleboel dingen niet meer. Dus ik had ook niet meer door van hoe zat het nou in het dorp? Want ze blijven maar op me afkomen. En ik heb niet zoveel wapens. Wat moet ik, weet je wel? Zat ik me in een hoekje laten drijven? Ja, dat moet je dus nooit doen. Heb ik ook van Skate geleerd. Nooit in een hoekje gaan staan. Maar je moest dus inderdaad een aantal minuten rond blijven lopen. Totdat er een choreografisch iets ontstond. En de game gewoon verder ging. Grafisch gezien ook. Ik herken het niet meer. Dorp had voor mij nog wel een hoop raakvlakken met wat ik in mijn hoofd had zitten van de GameCube-versie die ik destijds gespeeld heb. Voor mij ook, want het was de enige wat ik van de GameCube-versie gezien had. Maar op een gegeven moment, wanneer je in het tweede gedeelte van de game het kasteel betreedt, daar is echt heel veel anders geweest. Heel veel anders dan wat ik me nog schaars kon herinneren, zeg maar. Ja. En dat maakt het ook wel, hè, want we hebben het hier vaak over onze lichte afkeer van remasters en remakes. Ja. Vooral omdat het vaak, ze flikkeren er een lik verf overheen. De gameplay blijft ouderwets, waardoor je zoiets hebt van, dit is eigenlijk alleen maar nadelig ten opzichte van mijn herinnering van het verleden. Ja, dan niet alleen. Het voegt vaak niet zo heel veel toe. Ik vind als je een game remake, moet het echt beter zijn. En kijk, dit is een horror game. Dit is een horror survival game. Ja. En daarbij is immersie zo ontzettend belangrijk. En heel eerlijk, deze updated graphics, die zuigen je echt erin. Ja, en dat zorgt voor zo ontzettend veel vibe, waardoor het echt gelijk alleen al qua game naar een hoger niveau tilt. Niet alleen de graphics trouwens hoor, ook de soundtrack. Gewoon die hele eerie, spooky, atmosferische geluiden. Maar ook aanzwellende geluiden wanneer vijanden jouw kant op komen. De geluiden van de vijanden zelf. Maar die hele sneaky, nasty, donkere pianotonen die af en toe aangeslagen worden. Echt, dat geëikte Resident Evil geluid. Ja. Ja, dat komt ook uitstekend weer uit de verf hoor, in deze game. Over geluid gesproken trouwens. Dialogen, die zijn ook nog wel steeds heel erg Resident Evil-achtig. Ik moest zo grappen trouwens. Nee, maar één keer op een gegeven moment, kijk, ik bedoel, we zijn nu hier niet met Leon en Ashley. En op een gegeven moment, je kunt Leon, je ziet het rechts onder in beeld, je kunt haar ergens laten staan. Of je kunt vervolgens haar een commando geven met de linkerstick, geloof ik. Rechterstick, om haar weer met jou mee te laten lopen. Op een gegeven moment was het zo, ik dacht, holy shit, dat hij even floot zo. Hey, kom eens hier, weet je wel. Nou ja, wow, dit heeft de vertaalslag niet helemaal over. En ook echt die hele gare 90s action hero one-liners, weet je wel. Als hij iemand neertrapt, let it slip or whatever. Allemaal dat soort dingen. En dat blijft maar herhalen. En één ding. Ik werd wel een beetje. Op een gegeven moment werd ik wel een beetje moe van de dorpelingen. Want kijk, geluiddesign is echt fantastisch. Ja. Muziek, omgevingsgeluid, dat is echt helemaal top. Maar op een gegeven moment word je wel een beetje doodziek van Arriba Eso! Arriba Eso! Ze hebben drie lijntjes inderdaad die de hele tijd horen. Ja. Maar drie gezichten. En dat inderdaad, daar had ik meer van verwacht. De textures van sommige villagers waren ook niet echt hiervan het. Maar nu ben ik niet zo van de woke, maar ik moet wel zeggen, het is wel goed dat je dat zegt, van dit is een vertaalslag. Hè? Je wil het brengen naar wat op dit moment leeft. Die Ashley, ik irriteerde me mateloos aan die chick, want die zat alleen maar
weet je wel, te piepen en zo. En dan denk ik van... Bedoel, kan die chick gewoon niet... Bedoel, vandaag de dag zou je dat... Echt zo'n typisch vrouwtje van... De man moet alles doen voor haar. Want zij durft echt helemaal niks. Oh, dit is eng. Oh, help, help. Ik word gepakt. Weet je, bedoel... Vandaag de dag zou zo'n chick wel wat toffer... Als dit van een westerse ontwikkelaar was geweest... Dan was dat ook niet exact, weet je. Van, dat vond ik wel van... Oké, maar goed, anyway. Het ja, is maar dan moet je te veel sleutelen aan het origineel, weet snap je ik, snap ik ook wel. Het was alleen wel... De hele tijd liep ze ook in de... Fuck, man, ga even weg, want ik ben bezig met die gast. Loop, oh, fuck, ik moet op dat knopje drukken. En dan loopt ze weer naar achteren. En weer, oh, ik ben weer gepakt, weet je wel. Of bijvoorbeeld op de balustrade dat je liep. De hele tijd kreeg je die rots op je kop, weet je wel. En dan zat ze er weer. En dan was ze weer... dan bleef ze zo heel stil staan of zo. En dan moest je haar weer... Dat ging zo langzaam. Moest je op de stick drukken. Moest je ging die beide zitten. Oh, god, schatje, gaat het wel met je? Nou, kom, laten we... Krijg je weer een rots op je kop. Dat, daar zie je aan de gele kratjes, weet je wel. Waar ook mensen alweer helemaal nat op gingen. Ja. Van, kan dat niet meer? Het is gewoon een game uit die tijd. Ze kunnen niet... Alles. Ja, daar hadden ze wel wat voor kunnen bedenken. Maybe. Aan de andere kant, ja. Ik heb ook regelmatig in situaties gezeten van... Hé, ik zie daar een kratje, maar ik word tegelijkertijd ook gechased door een groot monster. Ja. Het kost een seconde of anderhalf, twee, voor je dat wat er in dat kratje zit gepakt hebt, zeg maar. Ja. En je op een gegeven moment, je hebt nog twee kogels en je denkt... Oeh, zitten er in dat kratje misschien nog extra kogels die ik heel goed kan gebruiken tegen deze vijand? Dus de afweging om naar dat kratje te gaan... Die de kapot te trappen en die spullen te pakken, die leveren ook een bijdrage. Zeker. Aan. Die dragen ook bij aan. Je bent blij als je een kratje ziet. Nee, maar ik stoor me daar ook niet aan dat ze geel zijn. Ik vind het gewoon gamey. Dus je hebt ook rode dingen, weet je wel. En je weet precies wat dat doet, weet je wel. Ik vind het gamey. Ik vind het niet eens zo heel erg. Ze hadden wel wat voor kunnen verzinnen, maar ik denk ook niet zo veel uit. Maar ik vind juist hun game design, hun level design, het is zo top notch, man. Ik heb, en terwijl het best wel oud is en ik weet niet of het hoeveel level zich één op één over laten kopiëren, maar zulke classic horror survival shit. Op een gegeven moment er zit iemand achter me aan en paniek natuurlijk, hartslag gelijk 180. Ik rennen, want ja, langzaam omdraaien, moet je langs al die gasten nog heen wurmen en dan bam, stap je weer in een berentrap, weet je wel. De godverdomme. En dan ren je weer door een lijn met de explosieven heen en shit. Pure blinde paniek. Ja. Ik vind dat echt awesome. Je hebt wel het geluk trouwens dat je deze game wel kunt pauzeren. Dat je even rustig je inventory kunt checken bijvoorbeeld. Of een groene herb en een rode herb kunt combineren zonder dat ook alles ben je bijna in real-time dood. Ja. Dat zonder dat alles in real-time doorgaat, weet je wel. Dus dat is wel even fijn. Anders had ik het wel geweten, dan was ik al veel vaker dood geweest. Je zal je pacing moeten aanpassen en dat dwingt deze game wel tof aan. Overigens, goed dat je het zegt, die levels. Skate en ik zijn er op een grappige manier achtergekomen. We hadden het er net eventje over boven. Maar ik zat op een aantal momenten gewoon vast bij puzzels. En op een gegeven moment, er zit wat backtracking in. En met Ashley zit ik ergens van waar moet ik nu heen? En die map, die boven elkaar, weet je, dat ik vind dat niet heel erg lekker duidelijk werken. Weet je, je ziet die layers, kun je dan zien waar je kunt lopen. Dus ik denk, oké, fuck it, Resident Evil 4. Pak ik gewoon een YouTube-filmpje van vroeger, een walkthrough, weet je wel. Het lijkt werkelijk waar niet meer op elkaar, één. En de routes en alles wat daar is, is vaak ook totaal anders. En dat vind ik wel... Toen dacht ik bij mezelf, fuck man, het is natuurlijk knap om een game die al een legende was... om die helemaal weer op de tekentafel te leggen en kijken... oké, wat gaan we ermee doen, weet je? Want je kan hem ook volkomen verneuken natuurlijk, hè? Ja. Dat is wat de meeste developers doen. Nou, die game die was toen goed. Dan poetsen we het wat op en dan doen we er twee nieuwe quests in... en dan zetten we hem opnieuw. En dan heb je meestal iets van... ja, maar het is niet meer deze tijd, weet je? Het is archaïs. Deze game voelt niet archaïs en hij voelt echt anders aan. En hij is ook gewoon anders op bepaalde stukken. Het is grappig. Ik bedoel, enerzijds, je ziet van... oké, het heeft echt wel die 2023 vibe. Ja. Maar nog altijd met dusdanig veel respect voor het origineel... dat er... Ja, je voelt wel dat het geraamte van deze game... Mm-hmm. 20 jaar oud is of zoiets. Ik weet niet hoe lang... van wanneer het origineel inmiddels dateert. 2002, denk ik, zoiets. Ja. 2003. Dit is bijvoorbeeld iets wat je... over die kratjes... dat zie je in moderne games, gaan ze dat niet meer doen of zo. Maar dit was heel erg uit die tijd. En dat hebben ze er gewoon weer ingestopt. Het is gangetje nog steeds, maar... Nou, afgewisseld met wat opener gebieden en zo. Maar had je heel vaak in die speelsessie die jij hebt gedaan... Ik ben er ongeveer 15, 16 uur. Ik heb nog net niet het eind gehaald.
ik heb niet heel veel van... Oh, oké. Ja, precies. Dat was voor mij absoluut geen feest der herkenning. Nee. Ik had dat bijvoorbeeld veel meer met Dead Space, de remake. Ja. Die was voor mijn gevoel veel meer één op één. Ten opzichte van het origineel. Maar met dit... Ja, ik wist van, oké, ik ga weer beginnen in dat dorp. Dan gaan we een brug over en dan kom ik bij dat kasteel. Ja. Dat herinner ik me in grote lijnen nog. Maar het exacte met de vijanden en noem het allemaal op, dat wist ik gewoon niet helemaal meer. Ik weet dat iemand anders op remmen nog de intrede doet. Van, ja. Is ze nou, staat ze aan mijn kant of staat ze niet aan mijn kant? Gaan we niet verklappen? Nee. Maar ik bedoel, de mensen die het origineel hebben gespeeld weten natuurlijk wel over wie ik het heb. En wat is er met mij aan de hand? En wat is er met Ashley aan de hand? Weet je, dat zullen we allemaal in het midden laten. Don't worry voor degene die dat allemaal nog niet ondergaan hebben. Maar ja, weet je, eenmaal daar in dat kasteel was het volledige nieuwe game voor mij. Of mijn geheugen is gewoon echt keihard aan het achteruit hollen. Maar dit was voor mij grotendeels weer een nieuwe ervaring. Nee, ja, absoluut. En dat is eigenlijk knap. Ja. Het is natuurlijk al een behoorlijke tijd geleden dat dit is uitgekomen. Dus je onthoudt ook niet alles op één. Maar aan de andere kant... Ik haat het dat deze... Ik weet niet wie deze playthrough gedaan heeft. Iemand van Capcom. Ja, maar dat hij gewoon die fucking gele tonnetjes onaangeroerd laat. Verschrikkelijk. Echt. Maar goed. Volgens mij heeft hij zichzelf ook goed volgeladen met spullen inderdaad. Ja. Kijk, rode tonnetjes. Dan weet je het wel, hè? Dan weet je het wel, ja. Ja, precies. Ja, maar goed. Dat dacht ik ook, die rode tonnetjes. Maar dan had ik dus vergeten om een rifle erbij te nemen. Daar was ik niet voor gegaan. En, dan pak je een granaatje. Ja, die had ik toen ook niet meer. Oh. Maar dat is ook Resident Evil. Het leren omgaan met wat je... En het zuinig hebben. En ik hou daar zo van. Ik bedoel, ik speel veel de Call of Duty's van deze wereld... waar het geen reet uitmaakt. Munitie is er altijd wel. Anders word je scavenger en heb je nog meer munitie. Het gevoel van, fuck jongens, ik heb nog 6 shotgun. Ik ben een shotgun fan, daar voel ik me veilig mee. Nou, die bewaar ik nu nog maar even. Ik ga het proberen om met mes even deze 2 vijanden te doen. Ja, maar dat is het ding. Het is altijd minimalisme. Want je weet nooit wat er aan zit te komen wanneer je de hoek om gaat. Nee, dat is perfect. Goed. Wat kunnen we meer vertellen over deze game? Behalve dat de puzzels in het begin misschien een beetje warrig zijn. Dat ik, het zijn soms, nieuwe puzzels ook. Nieuwe puzzels, ja. Dat ik soms wel even vast zat. Van, hey, maar wacht even. Normaal gesproken krijg je hints op papiertjes bijvoorbeeld. Of op foto's of schilderijen in de omgeving. Hier moest ik een aantal puzzels echt volledig met mijn eigen verstand proberen... Ja. Te oplossen. Ik ben er wel altijd uitgekomen. Ja, nee, ik uiteindelijk ook wel. Dus hier moest ik op letten, weet je wel. Maar dat, ik weet niet. Op een gegeven moment, al je ervaring in games en puzzels, denk je het allemaal wel enigszins te weten. Maar hier had het, zeker in de eerste puzzels, had het wat intuïtiever gekund. Later worden de puzzels een stuk overzichtelijker, zeg maar. En kom je steeds minder vast te zitten. Nou ja, je weet op een gegeven moment wel van... ik moet in de omgeving gaan kijken. Want ergens in de omgeving zit wat erin. Nou, dit is een befaamde puzzel. Die op een gegeven moment... eigenlijk is het ook helemaal niet logisch. De volgorde van... Ja, misschien zoals je loopt. Weet was je, er wel een specifieke volgorde? I don't know. Ja, nee, er was wel een specifieke volgorde. Maar het is tricky, maar niet... onoverkomelijk tricky. Ik heb wel eens games gespeeld waarbij ik echt er niet uitkwam. En deze zijn meestal wel op te lossen. En ik vind het ook wel verfrissend. Ik bedoel, was dat er niet geweest, dan ben je alleen maar aan het lopen, schieten. En dit wisselt dan toch een beetje op exploratie, backtracking af en toe. Daar staan de Resident Evil games natuurlijk ook al om bekend. Hè? Vaak krijg je later in de game een item. En dan denk je, wacht eens even. Die vierkante sleutel, die kon ik nog gewoon 10 speeluren terug, kon ik ergens iets niet openen. En dan kun je weer helemaal terug, want uiteindelijk is alles nog wel connected aan elkaar. Dat loopt in één lange baan, als het ware, en om het water heen. En uiteindelijk, daar ben je wel bij gebaat. Want vaak zijn het dingen die heel kostbaar zijn, bijvoorbeeld. Maar dan kun je daar ook nog weer van die diamanten en dergelijke in steken. En dan wordt het nog meer waard. Nou, en op een gegeven moment één groot
lucratief ding. En je kunt alweer een nieuw wapen kopen bijvoorbeeld. Ja. Of updates voor je wapens. Ja, nou, dat is op zich wel een belangrijk ding. Inderdaad natuurlijk het upgraden van je wapens, het craften van je wapens. Dat is een groot onderdeel van deze game. Je zult daardoor ook veel moeten looten. Want de peseta's die vliegen je om de oren. Zelfs als je een wolf neerschiet, dan laat die peseta's laat die vallen. Dus dat is wel knap. En ik weet niet of dat ook in het origineel zat. Er zit ook een soort van sidequest in. Er hangen van die blauwe notes door de hele game heen. Er zijn nieuwe dingen bij. Ja, ik wou zeggen. En die geven je gewoon wat extra sidequests van schiet 5 medailles. En die liften. Kapot. Er zitten een paar liften bij de merchants. Waarbij je naar beneden kan gaan. Ja, naar shooting range. Shooting range. Ja. Zat dat ook in het origineel? Dat durf ik. Ja, jawel. Oké, ik dacht dat er namelijk ook bij is. Maar ze hebben inderdaad... En dat vond ik wel leuk. Ik ben daar nooit zo vatbaar voor eens even kijken in dit level wat ik allemaal nog meer kan vinden. Hier doe ik dat wel, omdat het helpt je gewoon heel erg om je veiliger te voelen. Dus je kan... Nou, maar je kunt ook dingen winnen daarmee. En daarmee kun je vervolgens ook weer bonussen krijgen. Gewoon ability upgrades. En, ja, bugs met die medaillons en dat soort dingetjes. Ja, dus je bent er wel bij gebaat om ook de side dingetjes te doen. Wat jij inderdaad schiet 6 van die blauwe medaillons. In deze omgeving kapot en dan krijg je drie vipers, slangen. Ja, weet je, en dan krijg je daar ook iets voor terug en met die currency kun je dan bijvoorbeeld weer dingen traden en die kunnen je ook weer dat zijn bijvoorbeeld attachments voor je wapens, dat soort dingen die je dan ook maar doe het voor jezelf als je het te moeilijk vindt. Kijk, deze game is gewoon goed te doen om door gewoon rechtstreeks te spelen en alleen maar eigenlijk op de main quest te focussen. Daar heb je wat meer moeite mee. Pak vooral die blauwe extra quest op. Maakt je leven echt een stuk makkelijker. Ja. Nee, dus dat hebben ze tof gedaan. Ik zit er even te kijken. Hoor. Nou, VR komt eraan. Dat is natuurlijk ook nog aangekondigd. Dat sla ik even over, want dat vind ik te eng. Dat vind ik. Ja, dat lijkt me wel. Want ik moet je. Maar is die hele game in VR? Dat lijkt me wel een enorme adaptatie. Nou, die game was al in VR. Okay. Want ze hadden een paar jaar geleden, volgens mij, hadden ze al een versie gemaakt van de Oculus Quest 2. Maar dat was de GameCube-versie, zeg maar. En die kon je al volledig in VR spelen. Nou, dat komt nu ook naar PlayStation VR 2. Ik weet niet of het ook naar de PC komt. Ik kan me voorstellen van wel. Maar dat komt er dus ook aan. Ja. En, maar dat komt pas later. Dat hebben ze ook pas later aangekondigd. Mm-hmm. Het zou een goede reden zijn om de game natuurlijk nog een keertje te spelen. Ik ben heel benieuwd ook hoe die in first person is. Want om heel eerlijk te zijn, sinds Resident Evil 7 en 8... Ik ben wel overtuigd van first person perspective. Om een of andere reden, het trekt me meer in de game. Ik vind het meer immersive. Het werkt gewoon beter voor mij. Het is wel zo dat Resident Evil 4 was wat meer hack and slash en schieten. En wat minder scary dan de vorige delen die veel meer in die huizen dat je rond... Ik vond dat qua VR vond ik echt op het randje hoor. Gewoon qua... Je loopt rond en je hoort wat dingen. En je weet, er komt een jumpscare ergens aan. Hier is dat wat minder. Je hebt ze nog steeds. Wel, af en toe val je eens door de grond heen. Of die berenklemmen waar ik me de hele tijd de pleurs van schrik. Want ik zie ze niet aankomen. Omdat ik vooruit zit te kijken. Dit is wel wat meer... Ja, zit er wat minder enge momenten in. Maar nog steeds een waanzinnige ervaring. Het is iets meer actie georiënteerd. En dat vind ik op zich ook wel jammer. Want deze zombies zijn over het algemeen gewoon minder scary dan daarvoor. Ja. Ik denk die vorige games. En dat zullen ook technische limitaties zijn geweest hoor. Van de eerste PlayStation bijvoorbeeld. Veel minder vijanden, maar veel meer dreiging voor je gevoel. Ja, dat bedoel ik. Dit is toch meer zombie schieten dan de dreiging is net even wat minder. Dus, nou, ik heb van die 15, 20 speeluren die ik heb gehad, heb ik toch echt wel de nodige tijd met samengeknepen billetjes gezeten, hoor. Maar is dat omdat het eng is of is dat ook omdat je bang bent van fuck man, ik heb te weinig kogels. Gewoon 30 fucking vijanden in je kant op en je hebt 15 bullet succes. Ja, een combinatie van dat. Maar ook gewoon Ik weet dat er hier zo meteen iets heel nasties gaat komen. En dan komt dat inderdaad. En dan ben je toch nog gewoon redelijk in je broek aan het schijten, hoor. Nou, ik vond die laatste Resident Evil wel echt. Dat je dat door dat huis liep met die rare familie erin. En dat je eigenlijk niks tegenkomt. Maar je hoort wel wat. En je weet dat er iemand zit. Dat vind ik echt fucking spooky. En zeker als je dan met VR. Dan ben je afgesloten van de buitenwereld. Ik weet het niet, man. Ja. Dat is griezelig. Deze game is wat anders. Maar ja... Nog steeds een waanzinnig avontuur. Gewoon, juist doordat hij wat anders deed, is hij ook zo geroemd natuurlijk. Zeker. Ik weet niet was dit de eerste over de shoulder? Ja, hè? Ja, en
hij zat wat, de beweging was wat minder op rails, waardoor je wat soepeler kon bewegen, hoor. Want Resident Evil 3 was ook nog gewoon van een vast perspectief waarbij dat moest lopen. Ik moet wel zeggen, wat vonden jullie van de graphics? Want om heel eerlijk te, het ziet er prachtig uit. Ik bedoel, het ziet er heel erg vibey, prachtig uit. De omgevingen maken, stelen de show vanavond. Ja, want ik vond dus de characters... Ja. Van mijn gevoel zagen ze er minder uit dan Resident Evil 2 en 3. Dan moet ik die er weer even bij pakken. Maar het zag er af en toe best wel kut uit, vond ik. Qua characters, hè? Niet qua omgevingen. Ja. Ja, het is natuurlijk een grotere game dan de vorige delen. Dus misschien heeft dat gewoon meer werk. Ja, waar ga je op richten? Hè? Ik bedoel, het is zeker. Het stoort niet hoor. Het is niet vergelijkbaar met de high quality games die vandaag de dag op de next gen uitkomen. Dat niveau gaan ze niet halen. Maar... Ja, en volgens mij was de resolutie ook een stuk lager dan die andere remakes. Want dit is de RE engine. En die RE engine die draait over het algemeen echt als een tierenlier. Vrijwel op alle platformen, ook PC. En voor mij was hier de resolutie wel echt een stuk lager dan bijvoorbeeld bij Resident Evil 8. Maar misschien schat ik dat verkeerd in. Je hebt gelijk en toch, ik vergelijk het toch gewoon met Resident Evil 4. En dit is zo'n vooruit, ik vind het zo ontzettend knap dat je zo'n game helemaal deze tijd in weet te krijgen op heel veel fronten. En niet voor de makkelijke weg ben gegaan, ik vergeef ze dat wel. Dat het dan misschien dan niet altijd 100% en het is ook misschien goed ook hoor dat ze op een gegeven moment wel een time limiet erop zetten. We gaan hier niet 5 jaar aan sleutelen, weet je, 2 jaar en dan moet het gewoon klaar zijn en dan geven we het uit. Doe stop die tijd in een nieuwe game. Het is alles behalve lelijk. En je hebt ook nog gewoon 2 modes waar je uit kan kiezen. Hè? Je kan prioritize frame rate doen. Ja. Wat ik heb gespeeld gewoon een hele solide 60 fps. Of je kan prefer resolution kiezen. Quicktime events, daar zat het oude deel vol mee. Dat hebben ze nu tot het minimale weten bewerken. Dat soort dingen die geven mij zoveel positiviteit van dat vonden we toen de tijd oké. Op een gegeven moment vinden we dat echt tergend, Quicktime. Dat is meer zoiets van, oh god, ze wisten niet meer hoe ze het moesten maken. Dus maar weer een Quicktime eventje. En ze hebben de flow op de schop gegooid ook. Dat is waar ik een beetje naar op zoek was gedurende deze review. Van oké, want ik heb af en toe gewoon geprobeerd side-by-side comparisons te doen. Met bijvoorbeeld playthroughs uit ten tijde van de GameCube. Het is allemaal door elkaar gehusteld en dat alles om maar gewoon die hele flow van de game te optimaliseren. Om het meer naar deze tijd te trekken. En ik denk om de gamer gewoon toch een nieuw perspectief op die game te geven. Ook, zeer zeker. Maar weet je, ik heb nergens het gevoel van, hier is deze game gigantisch aan het inkakken, zeg maar. Nee. Weet je wel? Het is over de gehele linie, van begin tot het eind, echt lekker sterk gebleven. Andere characters die gaandeweg in de game hun intrede doen en een rol van betekenis spelen. Kleine, snelle insecticide, menselijke, onmenselijk grote characters, vijanden die op een gegeven moment je tegenover je hebt staan. Er zit er ook een nieuwe vijand bij, volgens mij. Ik weet niet welke het is, maar ik heb wel gelezen dat ze bijvoorbeeld ook 1 nieuwe vijand erin hebben gedaan. Een soort van baas. Dat zou goed kunnen. En op een gegeven moment dacht ik bij mezelf van, nu we zo vaak die remaster en remakes hebben, eigenlijk in de film hebben we dat en in de muziekwereld, de cover, hebben we het eigenlijk ook helemaal. En ik vind wel van, een goede cover, als ik het over muziek heb, is dat een muzikant... Oké, Matthijs van Nieuwkerk. Cover! 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 Is dat een muzikant of een band zijn interpretatie van dat nummer neemt. In plaats van gewoon letterlijk naspelen, gaat denken van, weet je wel, ik geef er een funky beat aan, of ik doe de flow wat anders, whatever. Ik vind dat dat heeft inderdaad, hebben ze heel goed gedaan, door te zeggen van, oké, we gaan niet letterlijk 1 op 1, nee, we gaan het gewoon op een andere manier invaren. Het verhaal blijft hetzelfde, maar je beleeft het nu net even op een andere manier. Maar zo'n wereldschokkend verschil is het toch ook niet? Want om heel eerlijk te zijn, ik vind game development vanaf dat tijdperk is niet zo heel erg veel veranderd ten opzichte van nu, zeker bij singleplayer games. Nee, maar games. De game is wel echt, je kan het niet meer 1 op 1 leggen. En dat vind ik knap, want dat kan je bij de meeste remakes kan je dat wel. Het is gewoon 1 op 1 loop je dezelfde route. En nu in 1 keer zijn de puzzels anders, de route is anders. Ze hebben dat best wel door elkaar gehusteld. Ja, voor mij als nieuwkomer, schaar ik me dan heel even daaronder. Ja, het genre is niet heel erg veel veranderd sindsdien, maar 100%. Dat is omdat het toen al heel sterk was. Ja. En dat werkt gewoon nu met veel betere graphics. Wat ik al zei, op het begin van qua immersiveness en beleving
werkt het gewoon ijzersterk. En nee, ik vond het een fantastische ervaring. En ja, het heeft de remake-titel. Maar voor mij voelde dit gewoon als een volwaardige game. Ja, nee, dat is sowieso. Ja. En wij kunnen ook, als spelers die dit al eerder hebben gespeeld, we kunnen ook zeggen, ja, remake, maak er maar gewoon herinterpretatie van gewoon. Want exact, ja. Deze game pakt het geraamte van het origineel, maar neemt vervolgens een eigen loopje mee, als het ware. Nou ja, daar heb ik minder moeite mee. Dat je gaat kijken van, oké, we hebben een waanzinnig verhaal, maar er kunnen allerlei andere dingen kunnen we er nog mee doen. En dat doet een goede band ook. Dat een goede filmmaker die een nieuwe versie maakt van een oude film, gaat dat ook doen. En dat hebben ze hier gemaakt, waardoor ik niet het idee had van, ik zit hier nou gewoon hetzelfde te spelen als 10 jaar terug. Nee, ik zit gewoon, ik ben echt iets nieuws aan het ervaren. Daar zijn ze meesters in, want niet voor niks roemen we ze al de hele tijd. Als we een goed voorbeeld moeten aanhalen van een remake, wordt eigenlijk altijd al Resident Evil 2 genoemd. En deze kan nu prima in dat rijtje ook erbij staan. Ja, ja. Nou, ik vind dat een mooie afsluiting, nou, zou ik zeggen. Ik begin ook stilaan van die negativiteit van die heerste rondom remakes. Daar ben ik al een aardig tijdje vanaf. Met Final Fantasy 7, Resident Evil 2, 3, Dead Space remake van eerder dit jaar. Dat is echt wel absoluut topkwaliteit, hoor, die wordt neergezet wat dat betreft. En tuurlijk, er zit af en toe wel genoeg rotzooi tussen, maar zolang dit soort games met, we hebben grote titels, met heel veel respect en liefde en energie en tijd behandeld worden door de ontwikkelaars, ja, dan zit het wel goed. En dan, een goed verhaal is een goed verhaal. Je moet wel de krent uit de pap halen natuurlijk. Je moet niet zomaar alles willen remaken, maar dit zijn, zijn titels, weet je, deze zitten nog wel in het geheugen, maar niet van minuut tot minuut, zeg maar. Ja, het is lang geleden. Het is 20 jaar geleden. Ja, 20 jaar geleden. En als dat dan weer aanvoelt als een nieuwe spelervaring. Toen was je nog mijn leeftijd, skate. Ja, inderdaad, ja. Nou, dan heb je iets. Dan heb je goud in handen, man. Ja, en wat mij betreft is deze Resident Evil 4 remake ook absoluut goud waard. Kijk, er zijn gewoon van die videogame classics of all time die je gespeeld moet hebben. Mm-hmm. En Resident Evil 4 staat in het rijtje. Maar ik denk dat het voor heel veel mensen geen optie meer was. Nee. En nu toch wel. En dat soort games lenen zich daar perfect voor. Ja, maar vooral omdat het dus echt een herinterpretatie is. Dus je gaat absoluut niet één op één hetzelfde spelen. Het is een nieuw avontuur voor de mensen die het al eerder gespeeld hebben. En echt een nieuw avontuur voor de mensen die het niet hebben gespeeld. Dus iedereen kan er gewoon mee aan de slag.